Oké, nu gaan we een beetje tanken hierachter. Of een beetje campen bedoel ik hierachter. Bam. Zo, achter mijn turret die nu nummer 12 heeft. En er zit nu weer een nieuwe turret. Let's go. En dat ging echt heel gauw. Moet je kijken hoeveel steentjes hier zijn. Let's go, jongens. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hier op het kanaal Floris. Laat even een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. Vandaag spelen wij Brawl Stars. Ik heb er heel veel zin in en we gaan met kijkers spelen. Vind je het nou leuk? Laat zeker een like achter. En hoe kan jij meedoen? Je moet me eerst volgen op Instagram. Floris VU. Zo heet ik op Instagram. En dan af en toe post ik een story met over een half uurtje ga ik live. Of nou, dan ga ik live. Dan ga ik een Brawl Stars video opnemen. Je kan dan joinen. En dan moet je gewoon snel zijn. Dan moet je gewoon ready zijn wanneer dat moment is. En dan kan je dus meedoen met Brawl Stars. En we zitten nu ook op Brawl Stars. We gaan Gemcrap doen met deze twee kijkers. Met Nirai en met Sebastiaan. Ik ben ready en ik denk dat zij ook snel ready zullen zijn. En ik denk dat ik de serie van Road to 300 even ga schrappen. Want zo vaak speel ik ook weer niet Brawl Stars. Dus dan duurt het gewoon veel te lang om zo'n Road to 300 serie te gaan doen. Wat me wel leuk lijkt is om misschien wel iets van een Road to of een serie te gaan starten met kijkers, zeg maar. Dat ik gewoon Brawl Stars speel met kijkers. Want dat is dat jullie vinden dat ook gewoon heel erg leuk. Zeggen jullie in de comments. Dus dat is wel nice. Misschien moet ik dat wel eens gaan doen in plaats van de Road to 300. Ik wil sowieso een Brawl Stars serie. Want dan weet ik ook gewoon leuke dingen om te gaan doen. Mocht ik eventjes niks weten. Ja, hij is dood. Top. Mocht ik eventjes niks weten, dan weet ik gewoon altijd nog. Ja, weet je, ik kan een volgende aflevering doen van de serie. Ik ga heel eventjes hier mijn dingetje neerknallen. Zo. En dan moeten we even kijken. Want ze staan nu gelijk. We zitten dus met Nira en Sebastiaan. We spelen allebei met brawlers die rond de 300 zitten. Mensen zeiden trouwens ook, Floris, alsjeblieft, ga niet zo mikken. Ga gewoon klikken. En dan gaat hij gewoon vaak ook raak. En ja, dat kan ik ook. Oh, moet oppassen met die Rosa. Die wil natuurlijk mijn turret kapot maken. Ja, je mag het op zich wel doen. Want ik heb alweer een nieuwe. Dus ik wacht heel veel tot die van mij kapot is. En dan kom ik gewoon met die nieuwe. Hoppatee. Nice. Dan heeft hij nog steeds. Is die niet dood? Nu wel. Maar dan heb ik nu weer een nieuwe. Let's go. Helaas is dus wel. Ja, die Bo moet nu echt dood. Die Bo moet nu echt dood. Ja, die Bo is dood. Die Rosa is ook dood. En dan hebben we nu. Hoppatee. Doe ik hier weer een turret. Zo. Dan hebben we nu 10. Nirai heeft het 10. Dus we moeten nu eigenlijk gewoon Nirai defenden. Dan hebben we het eerste potje weten te winnen. Ik speel dus met Jesse. Vind ik ook wel een leuke brawler altijd. Ik vind hem niet heel goed op Solo Showdown. Maar ik vind hem altijd wel heel erg chill op Gemgrab. Omdat hij gewoon zo'n turrentje heeft. Die je continu kan neerzetten. En die doet dan continu damage. En dat is gewoon heel erg lekker. Ik ben ook de star speler geworden. Dus dat is mooi. En gaan we nu gewoon lekker nog een potje doen. Mensen zeiden dus ook mik niet. Klik gewoon. Want dan raak je heel erg veel vaker. En dat mik is alleen voor mensen die echt heel goed zijn. Zo Mr. Fish, natuurlijk gaat hij mikken. Maar voor mij is het wel handig om te tikken. En holy, we hebben gewoon niet aan haar volgend. Boys, ik ga, sorry. Hij gaat! Oh, hij gaat. Oké, nou, daar gaat hij. En dan zijn we zo terug als er een nieuwe kijker kan joinen. Nirai moest gaan, maar we hebben een nieuwe kijker daarvoor in de plaats. En dat is Yassine. En ga kijken of Yassine ook goed is. En ga kijken of we met Yassine ook kunnen winnen. Hij speelt met Carl. En Sebastiaan en Yassine zitten nu met hun brawler ongeveer rond de 300. Dus het is een beetje hetzelfde niveau als Nirai, denk ik. We zullen vanzelf gaan zien hoe het allemaal af gaat lopen. Ik speel nog steeds met Jesse. Ongeacht natuurlijk dat ik net Nita, ik kan dus Nita upgraden. Heb ik ook net eventjes lopen upgraden. Die Crow zit daar me echt heel vervelend een beetje te challengen daar. En die Spike heeft nu 3. Die Spike heeft er nu 3. Gelukkig raken we nu Crow. Maar Crow is nog steeds. Weet je wat? Ik pak er gewoon nu even eentje. Hoppatee. Dan schiet ik weer eventjes die richting op. Boom. Ook die richting. Nice. Soms vind ik nog wel een mikken fijner. Voor als die waarschijnlijk een hoekje omkomt, dan is het wel fijn om te mikken. En vooral als je tegenstanders ook veel bewegen, is het fijn om te mikken. Bam. We hebben die weer. Dat vind ik lekker aan Jesse. Dat als je eentje raakt. Boom. Nee, Crow bijna dood. Oh, misschien ga ik dood door gif. Kan je doodgaan door gif? Ik weet het niet. Ik wacht heel eventjes, jongens. Ik wacht heel eventjes. We staan wel 5-3 achter. We staan wel 5-3 achter. Bam. Oeh, dat is een lekker bommetje daarop van Bo op. Hoe heet die ook weer, die chick? Ik weet even niet. Ik ben even die naam kwijt van die. Van die psycho. Psycho die nu dit doet bij mij. Oh nee. Oh nee. Heel veel steentjes liggen in het midden. En heel veel steentjes heeft die boy gepakt. En Sebastiaan die carried ons wel zwaar, jongens. Die Sebastiaan is echt moeilijk goed. Oké, dat is lekker. Die Crow gaan we nu eventjes proberen te taggen. Die taggen we weer. Die Spike die doet dom nu. Die gaat er vol doorheen. Dat gaat hem niet lukken. Spike, dat gaat je niet lukken.
Zo taggen we die girl weer daarachter. Ik ben dus eventjes haar naam... Nee, niet echt kwijt. Ik weet nooit hoe zij heet. Ik ben altijd... Altijd weet ik haar naam niet. Altijd weet ik haar naam niet. Oh, Spike. Eww. We hebben wel veel damage gehad op Spike. We hebben ook Spike gekild. Wel een Spike gekild. Dat is fijn dus. Het staat nu 8 tegen 6. Wat betekent dat er genoeg steentjes in de map zijn om het af te maken. Maar ja, niet iedereen heeft die steentjes. Die zijn lekker eerlijk verdeeld. Ik zit te twijfelen om mijn karretje... Om mijn karretje meer naar voren te plaatsen. Want hij doet nu best wel weinig. Nee, we moeten nu toch naar achter. We worden nu naar achter gedreven. Oh nee, mijn wifi gaat weer gek doen. Mijn wifi gaat weer gek doen. Oh, ik maai gewoon alles naar binnen daar. Ik maai gewoon alles daar naar binnen. We moeten die steen hebben. Ik ga gewoon, ik heb zelf geen steen. Hoppatee, 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 hoppatee. Hoppatee, 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 hoppatee. 12, ik moet niet neer, ik moet niet neer. Sebastian moet ook niet neer. Oké, nu gaan we een beetje tanken hierachter. Of een beetje campen bedoel ik hierachter. Bam. Zo, achter mijn turret die nu nummer 12 heeft. En er zit nu weer een nieuwe turret. Let's go. En dat ging echt heel gauw. Moet je kijken hoeveel steentjes hier zijn. Let's go, jongens. We hebben de tweede potje weer gewonnen. Heel erg fijn. Dus nu met Yassine en Sebastian ster spelen. Ja, dat kon ik eigenlijk van tevoren al zeggen. Want deze boy speelde echt lekker dit potje. We gaan even door. Oh, ze switchen weer. Ben ik zo weer terug bij het volgende potje. Volgende potje is gestart. En we gaan kijken of we dit weer kunnen knallen. Ik ben benieuwd, jongens. Ik ben benieuwd. Nog steeds met Yassine en Sebastian. Nog steeds Bo, Jesse en Carl. Ik denk dat ik hierna eventjes Nita misschien wel even pak. Gewoon eventjes voor de verandering. Alhoewel, Jesse speel ik echt nooit mee in de video's. Dus misschien is het ook wel weer leuk om juist dan Jesse te gaan pakken. Oeh, die Sebastian gaat nu waarschijnlijk dood. Ja, hij gaat dood. Ik heb even twee van die... Oh, nee. Wifi niet natuurlijk. Batterij. Ik heb nu even twee van die sterretjes vast. Dus ik wil even die muntjes vast. Ik wil heel eventjes nu gaan wachten. En niet doodgaan, zeg maar. Ik wacht heel even dat ik iets mijn levens heb. Want ik heb nu de helft van de muntjes. Dus ik wil nu niet dood ingaan. Zo, bam. Schieten op die beer. Dat is het chillen natuurlijk van die cats. Dan kan je op die beer schieten. En dan zorgt hij ervoor dat die beer weer naar die dingetjes gaat. Naar die andere brawlers gaat. Ik ga nu een beetje naar het midden schieten. Oké. Kom op. Nice. Die Jean die gaat nu dood, denk ik. Jean dood. Ja, Jean dood. Top. Heb ik mijn karretje hier weer. Die ga ik lekker weer hier neerzetten. Ik vind dat wel een goede plek. Ik zag al dat Yassine daar dood ging. Dus ik pak even zijn steentjes op. We hebben er nu al 5. Dus eigenlijk moet ik nu niet te veel naar voren gaan. Ik gok dat er iemand daar zit. Ja, nice. Dat had ik al verwacht. Ik denk nog steeds dat iemand daar zit. Ja, hoppatee. Oh nee, ik word helemaal aan de andere kant gedrukt. Maar ik heb er wel 2 weten te killen. Nu doet Yassine zijn curl special. Kilt die slavin. En nu zijn we eigenlijk wel gewoon binnen. Oh nee, Yassine is dood. Yassine is dood. Oh nee, Yassine is dood. Dat is niet zo best. Dat is niet zo best. Oh nee. Mooie bommetjes geplaatst trouwens. Mooie bommetjes geplaatst. Ik ben nu wel zelf ook bijna dood. Ik moet nu heel even naar achter. En we staan opeens weer achter. Ik dacht dat we het potje gewonnen hadden. Maar toen was ik vergeten dat Yassine natuurlijk midden in het territorium stond van, van de tegenstanders. Misschien moet ik nu een turret gaan verplaatsen. Nou ja, op zich, het staat hier wel prima. Zij moeten sowieso nog 3 van die steentjes pakken. En als wij gewoon het midden blijven domineren, dan komt het eigenlijk wel goed. We moeten oppassen voor die minen natuurlijk. Voor die landmijnen in de grond. Oké, Nita weer geraakt. Let's go. Nita nog een keer geraakt. En Nita nog een keer geraakt. En Nita niet nog een keer geraakt. Ah, let's go. Sebastian maakt het af. En ik heb zo'n gevoel dat we dit potje wel binnen hebben, jongens. Nu is de countdown. We moeten gewoon een beetje naar achter. Nou ja, desnoods, we domineren het midden best wel prima op dit moment. Ga ik nu wel een beetje naar achter, want ik heb nu best wel weinig. Zo, dan pakken we die Jean. Ja, mijn turret die doet ook echt... Lekker veel werk, jongens. Heerlijk gedomineerd dit weer. Heerlijk gedomineerd. Hoppatee, nog een turret erin. Om eventjes af te leiden. En dan hebben we dit potje gewoon weer weten te winnen. We spelen echt lekker deze video. Ik denk dat ik gewoon eventjes met Jesse blijf. Want ik speel wel lekker nu met Jesse. Dus we blijven gewoon lekker even met Jesse. Weer heel veel tokens erbij. En we gaan gewoon lekker door. Kom op, niet eruit. Niet eruit, boys. Let's go. Ze gaan gewoon gelijk door. Gaan we gewoon nog een keer Jam Grab spelen. Ik vind Jam Grab echt wel de leukste game mode. Daarnaast zou ik zeggen... Misschien wel... Heist vind ik sowieso niks. Brawl Ball heb je dan natuurlijk nog. Dan heb je die robot game. Dat vind ik eigenlijk ook helemaal niks. Duurt me veel te lang. Dus dan zou ik zeggen... Bounty. Ik denk dat Bounty net iets leuker vindt dan Brawl Ball. Op het begin vond ik Brawl Ball echt heel leuk. Maar dat was vooral omdat ik met Pro speelde. En die mij de hele tijd carried. En toen wonnen we gewoon heel erg snel. En toen level je ook gewoon heel erg snel. Maar als ik gewoon met mensen van mijn niveau speel, zeg maar, dat ik niet elk potje wil, vind ik denk heist iets leuker. Of, hoe heet het? Bounty iets leuker. Want dan kan ik gewoon, dan moet je gewoon bijvoorbeeld killen en dan moet je gewoon leven blijven. En ik vind dat eigenlijk wel een leuke game mode gewoon. Even kijken, die bar die zit daar echt heel irritant te doen met zijn 2 steentjes. Bam, hebben we geraakt, let's go. En dan raken we daarmee ook Bo, dus dat is wel weer fijn. Nu moet ik eventjes achterin, want ik heb nu weinig levens. Yassine heeft onze dingetjes met Carl. Dat vind ik best dus. Bo, Sebastian probeert natuurlijk een beetje nu... Oh, kom op, pak die
cool. Nou ja, nu komt hij met zijn special, die Barley. Hele irritante brawler trouwens, Barley. Echt een hele irritante brawler, maar een hele goede brawler voor Bam. Ga ik even met dat steentje komen, met die turncoat probeerde ik daardoor Barley te killen, maar het mislukte. Wel killt Sebastian weer Barley, dus dat is dan wel weer fijn. Gaan we nu eventjes spammen met mijn attack, let's go. Dat is gelukt, om dus natuurlijk nu die boven van de tegenstanders te killen. En nu ziet het er allemaal weer heel goed uit. Nu komt die Barley natuurlijk vol pushen. Vol pushen. En soms met Jesse moet je ook gewoon spammen. Want doe je gewoon soms heel veel damage als je ze allemaal raakt. Dus je spam nu weer. Nu ging het een beetje mis. Maar weet je, kijk, al gaat Sebastian nu dood, dan hebben we al onze stenen aan onze kant. Hij gaat niet dood. Let's go. Winnen we gewoon weer. Sebastian weer ster spelen. Weet je wat? Doen we gewoon nog een allerlaatste potje. Play again met Yassine dus en Sebastian. Oh, ze gaan er nog even uit. Ben ik bij jullie terug met het volgende potje. Volgende potje is gestart. Ik weet niet waarom ze eruit gingen, want ze starten gelijk weer een volgende potje. En het allerlaatste potje dus natuurlijk. Gem grab. First to get 10 gems. Nou ja, we gaan er gewoon lekker voor. We komen weer tegen een Barley. Dat vind ik wat minder, want Barley's vind ik gewoon niet zo chill om tegen te komen. En Rico. En oh, het is helemaal geen Barley. Ik keek verkeerd. Ik dacht dat die Rico een Barley was. Maar het is dus een Rico, een Poco. Poco is sterk natuurlijk in gem grab. Een Poco en een... Wat was de laatste? Ik zag hem net wel, maar ik ben even kwijt. Oh ja. Piper denk ik niet dat hij heel sterk is in gem grab. Weinig levens. Kan niet heel makkelijk. Ik wou net zeggen, ik kan niet heel makkelijk mensen killen. Nou, bam, bam, bam. We waren dood. Gaan we even kijken of we die Poco kunnen killen. Dit wordt wel een lastig potje, jongens. Dit wordt een lastig potje. Die Poco had ik nu al bijna neer, maar die gaat nu weer healen. En die Sebastian is er ook neer. We gaan kijken of die Piper... Nee, die Piper die one-shot mij gewoon in één keer. We worden nu echt even flink gedomineerd het laatste potje. Dat is echt totaal niet de bedoeling eigenlijk. Dat is niet de bedoeling. Kunnen we dit nog omdraaien? Wow, oké, goedemorgen. Wat de hel, deze Rico is pro. Deze Rico, man. Oké, ja, dit is lastig, zeg. Dit is echt, we worden echt gewoon filikant gepakt, gewoon. Echt niet normaal, gewoon. Daar zit die Poco met drie van zijn dingen. Moet ik even oppassen. Ja, die Rico, die raakt me de hele tijd ook. Is dat zijn auto? Kan je met Rico gewoon in één keer alles raken, zeg maar, ook via de muur? Kets die daarmee, dat zou wel heel naaiend zijn. Kunnen we die Poco, we moeten die Poco pakken. Hoppa, turret. Even kijken of die turret iets kunnen doen. Nee, de Poco die hield net. Ja, die Poco die hield net. Heb ik nu wel een turret in het midden. Helaas wisten we het laatste potje dan niet te winnen. Maar we hebben dit best wel lekker gedaan. Was een prima videootje. Ik ga eventjes alles openmaken. En bedankt Yassine, Sebastian en Nirai dat jullie mee wilden doen. Ik ga deze punten gooien op... Shelly is wel mijn hoogste, hè? Ik gooi hem gewoon op Shelly, let's go. Ik kan Shelly bijna naar een volgende. Bijna. Ja, ik neem een video op. Coins, powerpunten. Oké, hebben we er nog één? Hebben we niet nog één. Jongens, ik hoop nog een leuke video. Het was een top video met kijkers. We hebben bijna alles gewonnen, dus daar ben ik heel erg blij mee, jongens. Ik hoop nog een leuke video. Bedankt voor het kijken. Zien we de volgende weer. Tot dan, mensen.